Lasse, ja, geen minuten vandaag. Maar wat was dit een saaie wedstrijd. Nou, een puntje. We zijn door. We zijn blij. Ja, kan je er wel eigenlijk van genieten, ook al zit je op de bank? Nou, van het spel geniet je natuurlijk wel iets minder. Maar er zit natuurlijk wel veel spanning op zo'n wedstrijd. En nou, je weet dat je aan een punt genoeg hebt. Maar je weet natuurlijk wel waarop het spel staat. Dus dat staat natuurlijk wel een bepaalde spanning in zo'n wedstrijd. Maar goed, mooi was het niet, nee. Het was een salonremise, spelen op 0-0. Was dat ook niet wat risicovol? Want ja, je hebt niet in de hand wat er bij Peru-Australië gebeurt. Ja, tuurlijk. Dat is zo. Maar goed, krijg je geen goal tegen. Dan ben je zeker van plaatsing. Dus dat is natuurlijk ook, dat zag je ook wel, dat bij ons natuurlijk ook voorop stond. Want we spelen natuurlijk nu normaal niet in een 4-1 een beetje. En, dus dat is natuurlijk ook wel wat er ook een beetje zo gekomen is. Want ja, zoals ik zei. Geen goal tegen en het is doorgaan. Nu waarschijnlijk tegen Kroatië. Verwacht je speelminuten te maken dan weer? Ik hoop het. Ik hoop dat hij terug gaat naar de oude formatie natuurlijk. Maar nou, we zullen zien. Het is natuurlijk hoe het ook was vandaag. Maar hoe het er ook eruit zag. Maar ze hebben heel weinig kansen gecreëerd. En, we hebben zelf wel een paar gehad. Maar we zullen zien wat hij kiest voor de volgende wedstrijd. Niet een beetje van dit wereldkampioenschap? Ja, ik ging enorm. We hebben een superleuke groep. Ik bedoel, we hebben toch 5 punten in die 3 wedstrijden. We zijn door en dat was ook de doelstelling. En ik denk dat het spel is niet altijd even goed, maar wij doen goed ons best. En het is toch weer een echte finale in een wereldkampioenschap. Wat die nu achter hier voorbij loopt, Dolberg maakt zijn WK-debuut. Dat is ook mooi. Even één klein ding over Ajax. Gisteren dat vervelende nieuws over Nouri. Ajax neemt de verantwoordelijkheid. En jullie zijn ook in het trainingskamp ingelicht, hè, door Van der Sar. Op het trainingskamp? Gisteren bedoel je? Ja, nee, ik ben opgebeld ook door Erwin en door Jan Siemerink. En dan... Om mij een beetje op de hoogte te brengen van wat er in de pers komt. En, wat waren je gedachten erbij? Ja, het is gewoon heel vervelend dat je nu weer, je wordt een beetje weer teruggeworpen wat er toen gebeurde natuurlijk. En dat is natuurlijk gewoon vervelend voor iedereen die ermee te maken hebt. En ja, je wist natuurlijk dat het niet helemaal over was. En het is, ik ben natuurlijk hier ergens mee bezig en dan krijg je zo'n telefoontje voor je... Word je even terug naar de realiteit gebracht. En dat is altijd. Ja, jullie weten hoe ik over denk. Het is gewoon een moeilijke situatie voor mij ook. En dan denk ik daar terug aan bepaalde momenten dat je liever niet te veel aan terugdenkt. Dus dat is altijd wel lastig.